maakt een heftig geluid. Ja, 28 gram, we hadden bier ook. Ik zeg tegen die man boven, hoor je wel eens wat? Hij zei, ja, maakt niet uit, joh. Toen mijn vader nog leefde, had die man tegen buiten, van 3 hoog. Die man zegt, oh, heb je dat ook wel eens gehoord? Bom, bom, bom. Lekker vertrokken, mama, dan houdt de benen. Dat mijn vader later, ach god, ja, dat is al 30. Hoor je steeds tik, tik, tik. Dit is het kleine kamertje van Bert. Pillen. Ben jij dit ook? Mijn zoon is dat. En dit zijn niet al je bekers? Nee, ik heb er ook 1000 weggegooid, gegeven, weet ik wat. Wat is je mooiste beker? Ja, Abka Opa eigenlijk. En die ook wel, even kijken, dat is Zwitserland, week 2. Abka Open, daar heb ik 2 keer 2 jaar achter elkaar gewonnen in Duitsland. Het was een toernooi van 1400 man, Engels en Duitsers. Die won ik 2 jaar achter elkaar, single en koppel. Dus dat was het mooiste. Deze is? Van de Windmill World Masters, 86. Stond ik al voor de tv eigenlijk in Engeland. And so we come to Jockey Wilson, now back to something like his old form. His opponent, the Dutchman with the almost unpronounceable name, Bert Vladingerbroek. 100! Vladingerbroek is a postman from The Hague, plays for a team in Holland called the Diplomats. 92! Could say then, he's on a diplomatic mission here. Ging met het Nederlands team ging we heen, de eerste 4. En dan kon je de Wimmer gooien. Ben ik 5e, dus van de wereld. Niet slecht. 4 jaar nadat ik begon met darten, dus is toch goed. 30, 90. Should stay there for it. Single 20's, bullseye, en Wilson is speechless. Ik heet Bert Vladingerbroek. Dus op de embassy heb je bordjes hangen van je naam. Speel tegen die. Komt mijn naam niet op, dus ze hadden er VL Broek van gemaakt. Ik kon er mijn naam niet uitspreken, dus werd het Bert, Big Bert. Dus. Reclamespotje gemaakt van Albertine. Dus kunnen dubbele boel gooien. Dus camera stil, dit stil, dat stil. 1 pijl maar, hè. Dus gooi ik enkele boel over. Alles stil, stil. Gooi ik dubbele boel. Bord viel naar beneden, zat er een gat in. Die man, Albertine. Over, over. Denk ik, nee. Hè. Eerste pijl gelijk, iedereen stil. Dubbele boel, viel naar beneden. Klaar. Van 3 pijlen was ik klaar. Kom ik naar huis. Bert, kun je vertellen hoe je bent begonnen met darten? Ik werkte bij de PTT als courier, hadden we avonddiensten. En de jongens gingen, ik bleef altijd zitten bij de PTT, boterhammetje eten. Maar sommige jongens gingen naar een café toe. Ik zeg tegen de jongens, waar gaan jullie heen? Ja, we gaan een café eten, een beetje darten. Ik zeg, oh, lijkt me wel leuk. Dus ben ik meegegaan met hen. Zo ben ik in aanraking gekomen met darten. Ik was gelijk al redelijk goed, dus ben ik binnen een half jaar al gevraagd om in het team te gooien. En hoe komt het dat je gelijk redelijk goed was? Ja, je moet er gevoel voor hebben. Dus schijnbaar had ik er gevoel voor. Dus als mijn eerste, geloof ik, dat ik won. 82, Café de Burg. Verliezers ronde. Dit was een ranking toernooi? Nou, dat was gewoon een toernooitje in het café zelf, waar ik competitie gooide. Haagse ranking had je toen nog, gooide je Haagse ranking. Dan hoorde je, oh, er is ook een landelijke ranking. Dat ben ik toen ook gaan volgen.
Binnen 2 jaar zat ik in het Nederlands team. Dus dat is snel gegaan. Je had de Europa Cup, kon je gooien. WK had je. En de eerste 4 van Nederland mochten de Wipmouw World Masters gooien. En de nummer 1 van elk land mocht de embassy gooien, voorrondes voor de embassy gooien. Dus ik was nummer 1 van Nederland. Mocht de voorrondes gooien van de embassy. Gelijk de eerste keer plaats ik mij eigenlijk. Dus dat had niemand verwacht natuurlijk. In welk jaar was dat? Dat ik mij geplaatste of 87. December had je de voorrondes en 88 had je de embassy. The best 32 darts players in the world have assembled here from places as far apart as Canada and Singapore, Australia and Sweden. 12 different nationalities in all, and the overseas challenge this year totaling a record 13. En hoe was het om aan de embassy mee te doen? Ja, je kijkt er natuurlijk naar, op de Engelse tv toen dat tijd nog. En dan zie je de grote jongens staan, denk je, boh, als ik daar ooit een keer mag staan, dan zal het mooi wezen. En ineens sta je daar. Dus ja, fantastisch. Ook goede reacties gehad. Dus ja, het was mooi. A lakeside club in the countryside of Surrey is the venue for the next 9 days of World Championship Darts. De Scholte ging bij me mee, de bondscoach ging mee, nog een vriend ging mee. Ja, dan kom je daaraan, dan zie je John Lowe uit de Jaguar stappen, dan zie je Olly Croft uit de Bentley stappen, dan zie je een Rolls Royce staan, dan denk je, nou, dan ben je terecht gekomen. Als amateurtje, dus je keek je ogen uit. Hoe is die embassy verlopen? Nou, de eerste keer herinner ik me nog, tegen Bob Anderson, moest gelijk tegen de wereldkampioen. Gooi ik vrij goed. That requires 101. Let's see which way he tackles that. All 50 left. 18 or 10. Double 16 left. Yes! That's the first leg. And what a confident start from this young man. Double top. Oh, so near. Two on the wire. Yes! Yes! That's the first set. The third for Vlindebroek. Vlindebroek then outplaying Anderson in the first set. Ik verloor de tweede met 3-2 en toen zakte het. Ging hij wat beter gooien en ik zakte wat af. But now throwing for the match with 20 double 16. Double 16. Yes! First set. And the full set of the match to Bob Anderson. A shake of hands. Anderson in brilliant form. Overcomes the first hurdle in this year's championship. Maar als je daar voor het eerst staat, je gooit bijna 90 gemiddeld. En hij gooit bijna 100 gemiddeld. Dat was voor de eerste keer goed natuurlijk. En daarna? Hoe is je carrière daarna verlopen? Nou, daarna werd ik nog 2 keer uitgenodigd. Maar daar weet ik niks meer van. Alleen de laatste keer moest ik tegen Cliff Lazarenko. Stond ik 2-0 voor. Dat is de enige keer dat ik echt ziek ben geweest van een duitwedstrijd. En die verloor ik nog. Ik denk, ja, die had gewonnen, had ik misschien halve finale kunnen halen. Maar ja, niet gelukt, dus... En hoe komt het, denk je, dat je... Ja, ik denk dat ik te makkelijk ben. Je moet echt vechtersmentaliteit hebben. En ik ben nog wel, ze zeggen altijd, je bent te makkelijk. Dus misschien dat het daardoor komt. En dat heeft Van Barneveld... Die is echt een vechter. Want als je al 20 jaar of 25 jaar aan de top staat, dan moet je wel een goede mentaliteit hebben. Vechtersmentaliteit. Want je moet veel reizen natuurlijk, veel van huis weg. Maar ik hou ook niet van vliegen. Dus daar heb ik wat mee te maken. Dat is dat lastig. Ja. Ik ben meestal naar Engeland gegaan met de auto. Dus ik had toch niet overal heen gevlogen, Amerika of Australië, waar ik toch niet heen gegaan. En dat is echt nodig om echt goed te worden? Ja, in Europa kan je het wel redden, maar je moet toch grote toernooien worden toch ook gehouden in Australië en verderop. Heb ik die foto? Oh, hier. Zuid-Afrika, 99, Wereldcup. Ben ik wel mee geweest met het vliegtuig. 13,5 uur. Raymond, Co, ik, Frans Harmsen. Nederlands team. Werden we derde van de wereld. En waarom ging je toen wel? Ik gooide dubbel met Raymond, werden we ook derde. Maar ik had de hele dag
ga er niet voor vliegen, maar ik kwam er eraan. Had de hele week had ik dit. Net of je in een lift stond, met gooien. Ja, dat was lastig met gooien. Door de airco, ik zeg tegen Raymond, sorry, maar ik weet niet wat ik heb, maar ik zat hele... Dus ik gooide niet veel. Ik zat hem al in het Nederlands team, maar niet meer zo. Ik had me eigenlijk niet meer geplaatst voor hem. Dus en waarom niet? Misschien te slecht, of er waren beter. Raymond was er toen. Die werd toen uitgenodigd, of die haalde punten via het circuit. De ander moest voor onderschouwen, dus. En hoe heb je Raymond's carrière gevolgd? Ja, tuurlijk heb ik dat gevolgd. Voor de eerste keer, allemaal in de kamer hier kijken, juichen, toen hij op zijn knieën ging. Ja, als je er staat is al mooi, en als je hem dan wint, dat is fantastisch. Had je veel contact met Raymond in die jaren? Ja, ik had toen ook nog last van tartritis, wilde hij me ervan afhelpen. Dus ja, ik had redelijk goed contact. We gaan mee. Bij elkaar ook in de competitie in Delft en Den Haag. Een paar jaar lang, dus met Roland Scholt ook. Je zegt dat je last had van tartritis. Wat is tartritis? Nou, dat is zeg maar, je wil je pijl weggooien, maar je hoofd zegt, het lukt niet. Dus dan sta je een minuut zo en dan op een gegeven moment moet je van binnen, ja, moet je denken, dan kun je pijl los hebben. Dus zo zou je drie pijlen te gooien, heel verstijf, verkrampt. Soms al een minuut dat je drie pijlen weggooit. Is dat een bekende kwaal? Ja, dat is een bekende kwaal. Erik Bristo heb ik het gehad. Raymond ook iets. Ja, je hoort het wel vaker. Now this is the first time since 1981 that Erik Bristo hasn't been the number one seed in this world championship. That's because Erik has suffered a major loss of form as a result of something that we call dartitis. Now that's an inability to release the arrows as quickly as it used to do a couple of years ago. And the exasperation was clearly visible at last year's British Professional Championship. En als het uiteindelijk wel lukt, toch? Ja, ik stond op open Duits om koppel te gooien. Ik stond op dubbel 10 met mijn maat en ik sta zo. Ik zei tegen gewoon dit, hè? Ja! En toen ging hij erin. Raar. In een dubbel 10? Ja. Heel vreemd. Het is gewoon, je bent te bang te missen, denk ik. It sounds simple enough. I'll just bring it back and instead of releasing it, I'm... Is there a doubt? Something crops into the back of your mind? There's no doubt. All I want to do is let the bloody thing go, and it's just stuck in the end. What can you do? Have you seen anybody? Have you seen medical people? I've seen a lot of them, and I throw them all out the window. It's down to me now. Ik kon wel gooien, ik ga de competitie, maar pijlen gingen niet meer waar je wou. Dus ja, eerst dacht ik dat het riet is, maar het is toch wat anders geweest. Dus, en wat is het dan? Ik heb ziekte van Parkinson, en ik aan de rechterkant. Dat was naar mijn links, had ik misschien nog. Door kunnen gooien. Maar je bent links gaan gooien? Ja, dat, kijk, je wordt zo moe hè, van het rechts. Dat, net zoals dartritis. Het is zo vermoeiend. Dus, kijk, je raakt wel niks met links, maar je kan ze lekker weggooien. En met rechts moet je natuurlijk denken, kracht zetten. Een half uurtje ben je uitgeput. Ik ga het ook niet langs het toernooi, ja. Nee, ik ben één keer nog verleden jaar bij mijn zoon bezig kijken in een café. Maar ook met die ziekte natuurlijk. Al die mensen op je af, moet je dan uit gaan leggen. Waarom dat je niet meer? Of weet je wel, wat. Ik ga zin in. En je werkt nou ook niet meer? Nee, ik ben afgekeurd. Ja. Drie punten. Op drie punten word je gekeurd. Ik was afgekeurd. Dus kom op, maar ja, kijk, mijn moeder verzorgen. Ik heb een soort thuiszorg, mantelzorg. En je zegt dat je je zoon hebt opgevoed in je vrouw? Ja, die was er weggegaan toen hij 1 was, anderhalf. Dus toen heb ik voor mijn zoon verder gezorgd. Dat gaat voor het darten, voor alles eigenlijk. Je zoon dart ook? Ja, dat ook competitie in Den Haag. Eerste divisie, 1 naar hoogste. Bij de jeugd heb ik drie keer in Delft zijn we kampioen geworden met vader en zoon toernooi. Lijkt wel leuk. Ja, ik heb goed hart. Als je maar. Ja, je hebt een sponsor nodig, hè? Om overal naartoe te gaan. Kan ik misschien wel redden. Hoe oud is je zoon? 22. Dus... Moet hij dan niet een keer het huis uit? Ja, hij gaat zoeken. Maar ja, je weet hoe lang het duurt. Zijn huis, een huurhuis. En zijn meisje studeert nog. Dus eerst even afwachten dat ze klaar is. En dan. Gaat hij hier aan de overkant wonen.
Dat hoop ik. Niet te ver weg. Niet uit Den Haag. Nee. Moet ik op en neer gaan fietsen of rijden. Ja, het was 52 jaar oud. Maar ik wil er niet weg, dus niet uit Den Haag weg en niet hier weg. Dus ik hoef geen villa of weet ik wat. Het is goed zo. Ik vind het best. Je ademhaalt en je hebt te eten, dan is het goed. €180. Zou ik doen, zo wel, ja. The first of this match. Bobby Clark, 80. Put up a great performance, Vladingerbrook. 100.